Het verplegend personeel en de specialisten binnen het regionaal ziekenhuis Wanica raken door de constante COVID-19-druk oververmoeid. Jason van Genderen, directeur regionaal ziekenhuis Wanica, zegt dat dit vooral komt door de situatie binnen de zorgsector, waarbij er sprake is van brain drain. Met het personeel konden de vorige COVID-19-golven met moeite worden overbrugd. Echter wordt het steeds moeilijker om dit te doen in deze fase van de COVID-19-pandemie, meent van Genderen. Het personeel is op. Het personeel is moe. De verschillende patiënten die worden opgenomen, we proberen de zorg voor de patiënten te leveren, maar we doen dat onder heel moeilijke omstandigheden. Gebrek aan human resource, gebrek aan medicatie, zijn dingen waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden. COVID betekent niet alleen het plaatsen van een patiënt op een bed. Als je een patiënt op bed plaatst, moet de patiënt constant gemonitord worden. De vitale functies moeten steeds worden afgemeten. En natuurlijk wordt het beleid ook bepaald door de specialisten, die dus ook constant worden ingezet om de zorg te continueren. De specialisten, moet je eens voorstellen, zijn vanaf het begin van het ziekenhuis nooit met vakantie geweest, nooit met verlof, omdat er geen andere mogelijkheden zijn. Het ziekenhuis was in het begin gewoon een gebouw, kan je zeggen. We hebben het voor de zorg van COVID-19 volledig moeten aanpassen, anders moeten inrichten, zodat ook het personeel die de zorg doet aan de patiënten beschermd wordt. En we zitten nu midden in de vierde golf en dat heeft allemaal te maken met het feit hoe het Delta-variant zich verspreidt. Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft een beddencapaciteit van 135 patiënten. Echter kan het ziekenhuis niet zoveel patiënten accommoderen, omdat er een personeelstekort is. Maar helaas, met het personeel dat wij dus nu op dit moment in het ziekenhuis hebben, kunnen wij niet meer dan 50 patiënten opnemen. Dus voor alle duidelijkheid, momenteel zijn er ook geen vrije bedden beschikbaar in het regionaal ziekenhuis Wanica. Wij hopen dat ook hiermee, met het beeld dat we vandaag schetsen, dat de samenleving dit ook heel serieus neemt en zich laat vaccineren.